Dan moet ik hier aan de achterkant nog een beveiliging maken. Een kokertje of zo. Waar die zaag in valt. Dat je niet met je handen in de zaag komt. Dat had ik bij die andere eigenlijk ook niet. Maar ik wil het wel. De test. Dat is niet goed. Hij schrijft. Theoretisch klopt dat wel, want ik heb hier ietsje speling en hier is hij gelijk. Dus ik zet hem ietsje verder. Het zijn natuurlijk fracties waar je over praat. Dus ik doe het nu maar een beetje te gok, maar het zou mazzel zijn, dus het klopt. Dan heb ik deze kant wel lager gaan laten dan aan deze kant, maar als ik die zaag natuurlijk helemaal omhoog draai. Dan gaat hij hier wel doorheen. Nou is dat op zich niet zo erg. Want hij blijft hem hier natuurlijk altijd op de juiste plaats houden. Deze kant is belangrijker. Daar moet hij natuurlijk niet doorheen gaan. Maar we gaan eerst de test doen. Dit ziet er heel goed uit. Dus dit is helemaal top volgens mij. Ik zou een iets dikker plankje nemen. Nou, ik ben toch niet helemaal weg van dit systeem. Kijk, er zit nog steeds speling in. Dus als ik het terugtrek, dan gaat hij weer langs de zaag. Dit is dus niet... Nee, dit gaat hem niet worden. Dit is niet goed. Dit blijft het probleem zo. Nou, zoals gezegd, dit gaat hem niet worden. Dit heeft te veel speling. Het loopt niet echt zoals ik wilde of wel. Dus ik moet wat anders verzinnen. Nou loopt zo'n bak normaal gesproken in die T-tracks die hier zitten. Nou, die heb ik natuurlijk niet. Wat ik wel heb... Dat zijn deze randen. Deze liggen een stuk dieper. Als ik hem naar beneden laat lopen, dan heb ik kans dat hij wel goed loopt. Het enige is dat dit natuurlijk maar een heel dun randje is. Dus het kan dat hij eruit klapt. Dus wat ik wil, is die zijkant ook een stukje mee pakken. Dus ik maak een soort houten hoek waar hij op komt te liggen, waar hij omheen komt te liggen. En dan hoop ik dat dat dan beter gaat. Hoewel, ik vraag me af of het nodig is of... Als ik een hoek maak, dan krijg ik weer hetzelfde probleem waarschijnlijk als dit. Weet ik eigenlijk niet. Het is te proberen. Betekent wel dat ik deze dingen eraf moet gaan halen. Eerst maar even dit ding eraf halen. Want die heb ik met zagen natuurlijk niet nodig. Dan moet die natuurlijk zo door de zaagtafel. Maar dit ding zit in de weg. Nou vind ik dat op zich niet zo erg. Want zo'n dun plaatje door de zaagtafel halen is heel link, rechtop. Want het risico dat je gaat zwaaien met die plaat is heel groot. En dan krijg je ineens die plaat van je kop. Nou, één plaat van mijn kop is genoeg natuurlijk. Maar wat ik ga doen, ik ga hier een balletje tegenaan leggen. Zodat hij dezelfde dikte heeft als dit. Of iets dikker, dat maakt niet uit. En dan heb ik genoeg materiaal om te zorgen dat deze niet gaat kantelen. Zet ik hem even met een paar klemmen vast. Moet goed gaan. Ja, dat zeg ik natuurlijk wel. Zet hem even met een paar klemmen vast. Maar dat gaat natuurlijk niet. Want als ik hier een klem op zet, dan kan ik hem niet meer door de zaagtafel voeren. Dus ik moet wat anders verzinnen. Mooier zou zijn als ik iets hogers had. Dan gaat het wel. Nou, even kijken. Misschien een beetje overkill, maar... Zo is die een stuk stabieler. Ik bedenk me net op tijd dat er volgens mij nietjes in zitten in die dingen. Dat betekent dat die zaag eruit klapt. Dus ik moet hem even in de beveiligingsmotor gooien om te zorgen dat dat niet gebeurt.
Dit gaat helemaal goed. Naar de andere kant nog. Vandaar dat er zo'n stof kwam, de klep stond niet open. Ja, dat schiet er lekker op. Nou, is de kwestie van dit even wegschaven en dan is hij weer glad. Als je hier naar goed kijkt, dan zie je dat er inderdaad een nageltje in zit. En als je daar niet op rekent, dan slaat dus je zaag eruit. Tenminste, dat verwacht ik wel, dat die sawstop gewoon in actie komt en die zaag naar beneden klapt. Ja, dat kost je een hoop geld. Dus voelt dat krijg je dan dacht. Dat is misschien wel even een test waard. Ik heb hier even een plankje met een schroef erin. En die ga ik even tegen de zaag houden. Die zaag heeft hier een controlelampje. En dat laat zien of die wel of niet gelijkt. Als dat zo is, ja, dan klapt hij er dus uit. Nu zie je dat het lampje uitgaat, het controlelampje. Als ik nu de zaag aanraak, lampjes aan knipperen daar zo. Dat betekent van, hey, let even op. Het is glijdend materiaal. Dus wat gebeurt er nu als ik die plank met die schroef er tegenaan haal? Helemaal niks. Dus ik denk dat dat meevalt. Ik had eigenlijk verwacht dat u dan ook aan zou geven dat er geleidend materiaal tegenaan loopt. Maar dat is het alleen maar blijkbaar als je ook geleiding via het blad hebt. Maar dat had ik in dit geval dus niet. Dan vraag ik me af wat er gebeurt als jij zo met je hand erin komt. Ja, ik weet het niet eigenlijk. Kan niemand me vertellen. Voordat ik nou ga schaven, moet ik wel zorgen dat die spijkertjes weg zijn. Ik wil even een schuurpapiertje erover en dan is die kaal. Ik heb deze strips gezaagd en die hebben precies de hoogte van deze diepte. Dus die moet erop komen. Nou, en volgens mij gaat dat wel goed. Ik heb ze expres breder gehouden. Dus mocht het nodig zijn, dan kan ik nog een stukje naar beneden. Dan kan ik er nog wat onderlijnen. Maar ik denk niet dat het nodig is. Ik ga het gewoon proberen. Nou wordt het natuurlijk een beetje tricky, want ik moet hem zo neerleggen die plaat tot die zaag vrij loopt. Zo dus. En ik kan hem niet klemmen, dat is jammer. Dus dan moet ik hier lijm onder smeren. En hem dan zo onder plakken. Ik leg hem daar even zo op. Dan moet ik dan zet ik er even een paar extra klemmetjes op. Als het me lukt hoor. Dit gaat nog steeds goed. Dan moet ik even de lijm eronder uithalen, want anders zit hij dadelijk aan die bank vast. Als het goed is, je ziet nu al dat het heel mooi loopt. Nu moet de andere kant er natuurlijk nog op. Ik denk dat ik die even vastlijn met dubbelzijdig tape, want dan zit deze ook goed. Dus als ik deze, als ik die meer naar binnen doe, dan gaat die op een gegeven moment aanlopen. Nou, ja. Dus ik plak hem zo even vast met dubbelzijdig tape. Zo, dan kan die niet meer verplaatsen. En dan kan ik deze vastlijmen.
Dit werkt natuurlijk net even anders dan met T-tracks. Oh, hij is nog een beetje lang, maar ik vergeet hem af te zagen, maar dat maakt niet uit. Dat doen we later. Klem erop. Dat voelt niet slecht aan. Hij moet echt strak zitten. Ah, dat is perfect. Ik sta klemmetjes erbij. Oké. Ook hier even de lijn ertussenuit. Dat is heel belangrijk. Het gaat stroef, maar dat vind ik niet erg. Want dat is een teken dat hij strak ligt. Ik ga dit laten drogen. Ik haal hem eraf. En ik laat hem zo drogen. Deze methode heeft nog een groot voordeel. Want nu loopt hij gewoon over de rail voor de geleider heen. Dan denk ik ga die streep hier erop zetten. Maar ik zie dat ik een klein probleempje heb. Mijn sleufje is bijna weg. Dus ik denk niet dat ik dat nog ga redden. Nou, misschien kan ik er een klein stukje uithalen. Kijken of het hiermee lukt. Maar ik ben er een beetje bang voor. Het lukt. Zo kan ik er net bij. Hij gaat nu heel stroef. Je moet best wel hard duwen er tegen, maar dat is niet erg. Want dat is een kwestie van fine-tuning. Want hij ging heel erg los en er zat nog een beetje speling in. Maar ik heb hem nu zo van elkaar dat hij heel stroef gaat. En dat wil ik juist. Want dat kan ik met een schuurpapiertje verhelpen. En nu ga ik kijken of die haaks is. Nee. Hij is hartstikke scheef. Dan moet deze kant ietsje omhoog. Volgens mijn bescheiden metingen. Dat ga ik als volgt doen. Neem dit blokje haak. Een goede klem. En een stukje papier. Dat stukje papier vouw ik even dubbel. Ik zet deze hier en ik doe het stukje papier ertussen. Het zijn natuurlijk fracties waar je over praat. En eigenlijk moet je dat meten met een met zo'n voedertje. Maar ja, die heb ik niet. Dan moet ik het zo doen. Nou haal ik het stukje papier ertussen uit, dacht ik. Maar dat gaat niet, zeg maar. Dus ik haal hem eerst los. Zo. Nu een stukje papier ertussenuit halen, dan duw ik die aan en dat doe ik even met een klem, want dan blijft het tenminste zitten. Nou zit die goed aan en dan draai ik die weer vast. En zo moet ik hem steeds fine tunen. Eens kijken hoe die nu is. Met mijn fine-tuning, het stukje papier, hij is echt super haaks. Dit is echt helemaal top. Nou, dat is echt super marzel dat het in één keer gelukt is. Ik heb hem eventjes met klemmen vastgezet, voor de zekerheid. En dan ga ik hem verder vastzetten. Ik zet er nog eentje hierbij, bij het sleufje. Dan kan die niet meer verspringen. Nou moet ik er alleen nog wat, aan het stroeven doen. Want dat is natuurlijk niet handig. Maar dat is een kwestie van heel voorzichtig met een schuurpapiertje. Ik zie dat hier ook wat verfresten aan zitten.
gewoon stukje voor stukje doen. Want anders ga ik weer te ver. Nou, kijk eens, ik heb er echt maar heel weinig afgehaald. En nu loopt hij mooi. Nog een beetje stroef, maar als ik hem dadelijk gelakt heb en in de was heb gezet, en waarschijnlijk moet er nog wel iets af. Want met lak wordt hij natuurlijk weer wat dikker. Maar dit vind ik echt top hoor. Dit gaat goed. En geen speling. Helemaal niks. Dan moet ik hier nog een frontje op maken, zodat dit wel bij elkaar blijft. Want ik heb dit te laag gemaakt natuurlijk. Als ik de zaag helemaal omhoog draai, dan gaat hij hier doorheen. Dus dan heb ik kans dat hij weer speling gaat krijgen. Dat moet niet. Dit even aan elkaar lijmen. En dat doe ik even hierop, want dan zit hij gelijk goed. Die onderkant, die ga ik niet lakken, die zet ik in de olie. Dan glijdt hij ook gelijk beter. Zo. Nou, als ik het zo bekijk, kom ik er niet onderuit. Dan moet ik hem gewoon helemaal in de olie zetten. Want dat draait er natuurlijk lekker langs. En daar kan ik waarschijnlijk geen lak meer op zetten. Kijk, en dat is dus door die olie. Dat loopt gewoon als een tierenlier nou. Alleen is die olie ook hier doorgekomen. Dus ik denk dat ik hem helemaal in de olie zet. Dan heb ik dat probleem opgelost. Want hier gaat nooit meer lak over houden. Maar hij loopt hartstikke mooi. Nou is dit natuurlijk een beetje een dood vierkantje wat erop zit. Dus ik heb even een tekeningetje erop gemaakt van wat ik uit kan zagen. Dat is iets leuker. Niet slecht. Ja, is wel beter. Nou, iets dergelijks moet ik voor hier ook maken, maar dan om te zorgen dat die zaag er niet te ver doorheen komt. Of liever gezegd, om te zorgen dat die zaag niet in mijn vingers terecht komt. Maar dan moet ik weer zo'n patroon gaan kopen, zonder van mijn geld natuurlijk. Dan ga ik deze geleider even gebruiken om zo'n schuine hoek te zagen. Maar ik ga eerst hier even wat aan doen. Ik snap niet waarom ze zo'n rete gat hebben gemaakt. Want dat is echt gevaarlijk. Als ik aan het zagen ben, zo schuin, dan schuift mijn werkstuk gewoon weg doordat het zo glad is. Dus ik ga hier eerst eens wat aan doen. Ik heb hier een stukje vijverrubber. Dat is perfect. Dan ben ik alleen bang dat mijn EPDM-lijm net leeg is. Ik geloof niet dat er nog veel uitkomt. Sterker nog, daar komt gewoon niks uit. Vingerlijn. Nou, dat gaat wel makkelijk. Nou, die Bisotix is natuurlijk contactlijn. Dus dat moet je altijd tweezijdig aanbrengen.
Het moet 10 tot 25 minuten drogen. Nou, het is nu al helemaal droog, dus komt dat het hier natuurlijk onwijs warm is. Nou, moet ik even voorzichtig die boel erop plakken. Ik wil wel dat hij strak zit. Dat vind ik wel een pre. Die weg. En last but not least. Hup. Nou, keurig. Dat zal een stuk beter gaan. Het ziet er misschien niet zo mooi uit. Maar het gaat om de veiligheid. Want dat schuiven, dat vind ik helemaal niks. Dat schuift gewoon niet meer. Helemaal goed. Dit eigenlijk zo. Iets korter wordt hier wel. Deze en deze eromheen. En daar komt de zaag tussen te lopen. Ondertussen dat dat staat te drogen, kan ik deze vast opmonteren. Ik weet niet of ik dit nog even af zal ronden. Ja, dat ga ik wel even doen. Zo, nu met mooie ronde kantjes, dat is beter. Even niet te vast draaien, want ik ga eerst deze erop zetten. Dan help je die. Ja, een beetje te los. Zo. Is het mooi of is het mooi?